Ziekenhuismedewerkers voeren door het hele land estafetteacties. En vandaag legden het personeel van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam en het Vlietland in Schiedam tijdelijk het werk neer. 5%, dat is minimaal wat we nodig hebben. En betere arbeidsvoorwaarden, minder werkdruk. Want ik ben het helemaal zat. Het is niet meer te doen hier zoals hij in de zorg werkt. Weet je, het is stervensdruk, er wil geen hond meer in de zorg werken. En zonder die 5% gaan we het gewoon niet meer redden. De zorg kampt met grote personeelstekorten. En daardoor loopt de werkdruk voor de verpleegkundigen steeds verder op. Dat merken ze ook op de spoedeisende hulp. Ik zelf merk ook dat ik soms gewoon enorm veel diensten werk. En me van patiënt naar patiënt ren en niet de zorg kan geven die ik zou willen geven. En niet het luisterend oor voor een patiënt kan bieden die je soms zou willen bieden. En nou strijden jullie met de bonden voor een hoger salaris. Denk je dat dat gaat helpen, een beter salaris? Natuurlijk zou het kunnen helpen. Als je een beter salaris hebt, maak je het vaak ook aantrekkelijker om in een sector te gaan werken. Anderzijds zal er natuurlijk wel meer moeten gebeuren om echt de werkdruk te verlagen, want die is gewoon heel hoog. Ziekenhuismedewerkers willen 5% loonsverhoging en goede afspraken om de werkdruk te verminderen. Het laatste bod van de werkgevers zit daar net iets onder. Als ik het had, zou ik iedereen de bergen gunnen. Maar wij zitten in een krappe jas in de zorg, omdat we ons ook met z'n allen hebben gecommitteerd om de zorg minder hard te laten stijgen. Dus dat is onze stretch, zeg maar. Wij kunnen dat geld wat we aan de niet zomaar ergens gaan ophalen. En het vak aantrekkelijker. De werkgevers willen graag weer om de tafel. De actievoerders houden hun poot stijf. Ja, lijkt me niet meer dan normaal. We blijven doorgaan. En desnoods kom ik nog een keer, en dan kom ik nog een keer, en dan kom ik nog een keer. Net zolang totdat we er zijn. Want ik wens niet het afvoerputje van mijn gezondheidszorg te zijn.